Helemaal en welkom op FEM. Vandaag breng ik een stukje typisch België naar jullie hier op het scherm. Ik ga vandaag namelijk echt Belgische suikerwafels bakken. In België is het echt zo een dingetje dat als je door de winkelstraat wandelt in de grote stad, dat er dan echt gewoon een geur, een grote walm van suikerwafels op je afkomt en dat je dan gewoon niet anders kan dan erin kopen. En dat is eigenlijk ook wel een ding waar België echt wel voor bekend staat. Suikerwafel is eigenlijk ook beter bekend als Luikse wafel. Eigenlijk zijn die twee exact hetzelfde. Ze zijn eigenlijk heel gemakkelijk te maken, maar je moet er de tijd voor nemen. Suikerwafels worden namelijk gemaakt met een deeg en niet met een beslag. En dat deeg moet een aantal keer rijzen voordat je het kan bakken. De ingrediënten bestaan uit twee delen, namelijk een voordeeg en dan het oorspronkelijke deeg. Dit zijn de spullen die je nodig hebt voor het voordeeg. Als eerste 300 gram bloem. 1 eetlepel gewone kristalsuiker, 125 ml melk, ook nog 1 ei, 1 eetlepel instant gist, dat kan je gewoon kopen bij de supermarkt, en als laatste 2 theelepels kaneel. En dit zijn dan de items die je nodig hebt om het volledige deeg af te maken. 225 gram zachte boter op kamertemperatuur, 1 zakje vanillesuiker, 1 theelepel natrium bicarbonaat kan je ook bij de supermarkt kopen. Nog eens bloem, deze keer 75 gram. En als laatste 250 gram parelsuikers. En nu kunnen we natuurlijk beginnen met het bereiden van de wafels. Het is eigenlijk super simpel. Je kapt gewoon alle ingrediënten voor het voordeeg in een kom of in de standmixer. Als je met de standmixer mixt, begin je eerst met het kopstuk voor het mengen en schakel je daarna over op je kopstuk voor deeg. Als je natuurlijk in een kom alles mengt, heb je natuurlijk alleen maar je twee handen nodig. Als je eenmaal overschakelt op je deeghaak of natuurlijk gewoon verder kneedt met je handen, kneed je alles ongeveer een 10 minuutjes door tot je één dikke bol hebt gekregen. Voordeeg moet nu een half uurtje gaan rijzen. Dit is het gemakkelijkste als je dit doet in een plastic kom die je een klein beetje bestrijkt met olie, waardoor het deeg geen gek laagje krijgt. Je haalt hem er dus helemaal door dat alles een klein laagje krijgt. Doet er een propere doek over en zet hem in een tochtvrije plek, zoals bijvoorbeeld een magnetron die afstaat. Als het voordeeg gerezen heeft, kan je beginnen met het echte deeg te gaan maken. Je mengt hiervoor alle droge ingrediënten samen in een kom. En apart doe je de boter in je mengkom. En deze laat je eens goed draaien, zodat je eigenlijk een beetje iets luchtiger krijgt en dat die wat losgeklopt wordt. Daarna voeg je alle droge ingrediënten bij de boter. En deze meng je ook nog eens goed door elkaar. Als je merkt dat alles een beetje samenkomt, kunnen de parelsuikertjes erdoor. En dan als laatste gaat je gerezen deeg hierbij en laat je dit allemaal eens goed mixen. Dit alles laat je opnieuw 3 kwartier tot een uur rijzen op een tochtvrije plek. Als je dat allemaal gehad hebt, kan je er balletjes van 100 gram van maken. Eens die gemaakt zijn, gaan ze nog eens voor een kwartier onder de doek rijzen. En dan zijn ze klaar om te gaan bakken. Doe een beetje boter op je wafelijzer. En ja, natuurlijk is het dan gewoon kinderspel. Een beetje uitstrijken en het balletje ertussen. En dit gaat dan bakken voor een 5 minuutjes. Hou ze af en toe in de gaten door het wafelijzer lichtjes omhoog te brengen. En als ze goudbruin zijn, dan zijn ze klaar. Als je wafelijzer dit kan, kan je halverwege de tijd hem eens naar de andere kant flippen. En tadaa! Daar zijn je supermooie en super lekker ruikende puur Belgische suikerwafels. Haal ze nu gewoon heel simpel uit het wafelijzer en leg ze ergens een beetje af te koelen, want geloof mij, die suiker is nu echt snik heet. En dan begint gewoon heel het proces weer opnieuw tot je klaar bent. Ik heb met dit recept 9 grote suikerwafels kunnen bakken. De wafels
wafels zijn gebakken en super lekker. Alhoewel, dat hoop ik toch. Ik ga er nu eentje proeven voor jullie. Ja, echt super lekker. En ze maken eigenlijk gewoon exact als, ja, als dat je hem bij de bakker of bij de stand in de winkelstraat zou kopen. De kaneel is eigenlijk afhankelijk van streek tot streek hier in België. Dus je kan eigenlijk kiezen of je met of zonder kaneel maakt. Of met een beetje kaneel of met iets minder kaneel. Eigenlijk allemaal optioneel, maar eigenlijk alles is even lekker. Zo, dit was mijn video voor vandaag. Ik hoop dat jullie de wafels ook gaan proberen. Vergeet ze zeker niet te posten op social media en door onze hashtag te gebruiken. Zo kunnen wij allemaal zien hoe jullie wafels gelukt zijn. Heel veel plezier en succes ermee. En natuurlijk, eet smakelijk. Bye!